Inmiddels gaat de tweede turnster van start. Dat is de Roemeense Ioana Petrovski. Zonder dat we de scores van Gabrielle Wammes weten. De techniek laat ons hier in Groningen even in de steek. Hier zien we het nog een keer. De Roemeense die derde werd bij de Europese kampioenschappen vorig jaar op dit onderdeel. Achter Verona van der Leur, die toen het zilver won. Maar Verona van der Leur, weten we allemaal, is er niet bij. Geblesseerd, hier zien we de score van Gabrielle Wammes. 9,175. Dat zal voor de eerste sprong zijn, of is dat het gemiddelde? Nee, 9,175. En u ziet links in beeld de start value, de SV, dat is de moeilijkheidsgraad, 9,7. En de vier uitvoeringsscores van de juryleden. Dit is de score dus van de tweede sprong, 9,175. En we krijgen nu de tweede sprong van Ioana Petrovski. Tweede sprong van de Roemeense met een uitgangswaarde van 9,70. Kijk, dezelfde techniek als van Gabrielle Wammes. Ook de uitvoering verschilde niet veel. Octavian Belu, de coach sinds 1981 al van het Roemeense team. Dus al meer dan 22 jaar. Hier zien we die sprong. Kijk, in die tweede vluchtfase, halve draai de lengteas en dan een gehoekte salto achterwaarts. Ze bleef wat beter in de richting dan Gabrielle. Maar ook zij, de benen wat uit elkaar tijdens die vluchtfases.